Stichting Lobby Health Center heeft vandaag een bezoek gebracht aan de poli van de regionale gezondheidsdienst Livorno. Buurtbewoners mochten gebruik maken van de verschillende diensten van het gezondheidscentrum. Hiermee geven wij invulling aan het beleid om onze diensten dichter bij de gemeenschap te brengen, zegt Anjani Solal, medisch analist van Stichting Lobby Health Center. Volgens Solal is deze keer de focus gelegd op baarmoederhalskankeronderzoek, omdat deze aandoening de afgelopen jaren is toegenomen. De medisch analist maakt zich zorgen over de situatie, omdat er nog veel vrouwen aan deze ziekte sterven. Dit willen wij minimaliseren door vrouwen op het hart te drukken om zich tijdig te laten screenen. Solal geeft verder aan dat Stichting Lobby ook bezig is met het uitbreiden van hun diensten. De lobby gaat beginnen met nieuwe SOA-testen. We gaan ook nieuwe. We willen ook starten met healthy lifestyle. Lipideprofiel, dus we willen mensen. Nu heerst het in Suriname hartvaatziekte. Dus we willen mensen ook bewust maken dat ze veel moeten trainen, sporten, cholesterol checken. Vetfuncties checken. Dus lipideprofiel gaan we voor hun kijken. En we hebben nu zo'n apparaat gekocht. En we gaan eerst een pilotproject hebben als we mensen kunnen gaan krijgen. En dan gaan we starten met zo'n healthy lifestyle. Mensen begeleiden met BMI, met cholesterol, met bloeddruk gaan we meten. En mensen vertellen, weet je, hoe ze kunnen gezond leven en gezond bewegen. Solal zegt dat Stichting Lobby Health Center van 1 april tot en met eind november bezig zal zijn met een project in Wanica. Tijdens dit project zullen alle RGD-polyklinieken van het district worden bezocht om vrouwen te screenen op baarmoederhalskanker. De stichting wil 10.000 tot 12.000 vrouwen onderzoeken. Lobby zal morgen de RGD-poly Stibula bezoeken.